Hoi, superleuk dat je weer kijkt een nieuwe video. Ik studeer natuurlijk aan het Amsterdam Fashion Institute. En dat is in het Koetsier Montagnehuis. Dat zeg ik wel, maar ik kan het eigenlijk helemaal niet uitspreken. Ik ga het even opzoeken. Oh, nou kijk. Het is Koetsier Montagnehuis. Ik heb het goed uitgesproken. Dit is wel bij de andere locaties, dus het Wieboudhuis en BPH in de buurt. Het zit er eigenlijk achter. Daar ga ik jullie even kort mee naartoe nemen. Als je binnenkomt, nou, dan zie je natuurlijk het prachtige gebouw. Dan loop je door. En dan zie je aan de linkerkant de receptiebalie. Aan de rechterkant, daar kun je ook voor vragen terecht. Als je doorloopt en je gaat naar links, dan kom je uit bij eigenlijk alle administratieve dingen. Hier kan je terecht voor bijvoorbeeld zaken zoals de exchange. Als je dan rechtdoor loopt, dan kom je bij een paar lokalen uit. Dit zijn computerlokalen. En voordat je daar doorloopt, kan je naar links. Als je daar op de knop drukt, dan kom je bij de Amfituin uit. En dat is eigenlijk ons chillplekje. Ja, dat is gewoon super chill om daar te zitten als de zon schijnt natuurlijk. Als je naar rechts loopt, dus niet rechtdoor, maar naar rechts, dan kan je de trap af. Dan kom je eerst terecht bij ons, bij de Amfi-winkel, Amfi-shop. Hier kan je kort... Wat hoor ik nou? Kijken of er een rat naar binnen klimt of zo. Slang. Goed, in ieder geval, hier kan je, vooral het eerste jaar moesten we daar veel spullen kopen voor prototypes, stoffen en schaar en dan dat soort dingen. Nou, en als je dan doorloopt, dan loop je de trap af naar een lokaal. En als je daar weer naar links gaat, dan kom je bij onze kantine. Nou, één ding. Deze kantine is geen kantine zoals je denkt, zoals je ziet. Deze kantine is, ik weet niet, het was ooit een kantine, maar zo ziet het er totaal niet meer uit. Je kan er niet eens... eten halen, alleen zijn alleen van die automaten, dus dat is minder. Vandaar dat wij eten halen in, dat zie je hier, Boterham. Dat is eigenlijk mijn Amfi's favoriete plekje. Echt, daar zitten bijna altijd alleen maar Amfi-studenten en dat is gewoon heel gezellig en surfvol en zo. Ik ga toch maar even kijken wat het is, want het klinkt niet heel goed. Nou, volgens mij was het niks. Daar was ik. Ja, die kantine die is dus niet zo top. Andere scholen wel, maar goed, hè? We kunnen niet alles hebben. Het is wel een heel mooi monumentgebouw en vandaar dat deze niet zo modern is als andere gebouwen. Maar eigenlijk vind ik dat juist ook wel weer iets aparts hebben en daardoor voelt het Amfihuis juist echt, Koetsiermontagne moet ik zeggen, echt als een familie. En gewoon omdat het kleinschalig is en niet zo heel groot als die andere. En als je naar rechts gaat, dan kom je uit bij de studiezaal. Hier kan je gewoon altijd zitten en chillen. Dus dat is top. Maar ik ga toch liever naar het BPH. Omdat je daar iets chillere en relaxtere ruimtes hebt. Op een of andere manier is die sfeer daar beneden. Ja, je moet ervan houden. Maar designers die zitten daar vol met allemaal spullen. En ik ben dan een manager en dan denk ik, ruim die troep op. Dus ik zit toch liever in een wat geordende ruimte. Als je dan doorloopt door die studieruimte en daarachter dan kom je uit in de mediatheek. In de mediatheek daar kan je folk tijdschriften, eigenlijk alle soorten tijdschriften kan je daar lezen. Ook independent tijdschriften, dus niet commercieel. En van alle soorten boeken over kunstenaars en ontwerpers. Dus dat is super chill. Op de eerste etage hebben we de individuals ruimte. En als je doorloopt heb je nog meer lokalen aan de linkerkant en aan de rechterkant. Dus dan nog één verdieping omhoog gaan, dan komen we bij de glazen lokalen. Dat zijn altijd de wat lichtere lokalen, die vind ik altijd heel fijn. Ja, en daar zie je nu dat mijn vriendinnetjes les hebben, want ik zit helaas niet meer bij ze in de klas. Maar goed, die hebben dus nu les. Oh ja, hey, dit is ook nog eens, je hebt hier in Amfi heb je een bepaalde hoekjes waar je dus eventjes kan werken. Zit ik zelf ook nooit, zit niet heel lekker of zo, dus ja... Zit dus liever in BPA. Maar kijk. Oh mijn god, dat ben ik. Oh, ik hang echt overal. Kijk, ik hang ook hier. Leuk hoor. Top. Zie je lekker je hele hoofd door de hele school hangen. Wil toch helemaal niemand? Wie wil dat maar zien? Ja, als je dan nog verder doorloopt. Dan kom je nu bij de individuals ruimte terecht. Dat is een lokaal waar we vaak les hebben. Maar daar is nu dus een individual soort sample sale achter. En daar ga ik even kijken. Hey meid! Hey, hoe is ie? Ik ga denk ik wel even wat levens passen. Ja.
Zo, dat was een topcollectie. Binnenkort komt er een nieuwe collectie aan en die ga ik filmen. De fashion show, en die kan je ook op dit kanaal gaan zien. Als je doorloopt, dan kom je bij de laatste verdieping. En dat is bovenaan. Dan kan je aan de linkerkant naar de filmzaal, zo noemen ze het. Eigenlijk is dat gewoon de collegezaal van Amfi. Als je dan doorloopt, dan kom je last but not least in het naaiatelier van Amfi. Waar je verschillende naaimachines, strijkbout, alles ziet staan. En dan heb je helemaal achterin dat lokaal nog een ander lokaaltje. En dat is inderdaad het werklokaal voor designers. Daar kom ik zelf nooit. En aangezien de kantine van mijn school niet de beste was, en ik wel zou willen weten wat dat wel is, en ik hoop jij ook, kan je eventjes hier klikken. En voor mijn eigen video van vorige week, toen ik 19 ben geworden, kan je eens hier klikken. En dan kan je hier zo eventjes abonneren. En hopelijk zie ik je dan weer terug bij de volgende video. Doei!